Volgens de organisatie van Winterwelvaart hebben afgelopen weekend tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers hun weg naar het winterevenement weten te vinden. Langs de kades van de Hoge en Lage der Aa en in het Noordelijk Scheepvaartmuseum waren veel activiteiten te bezoeken. Er waren concerten, lezingen, theater, film, een beeldende kunstroute en een gezellige kerstmarkt georganiseerd. Aan de kades lagen tientallen historische schepen afgemeerd. Het was dit jaar de 8e editie van Winterwelvaart.